Breda Nu. Je weet het meteen. De bedenkers van een nieuw festival in Breda, Hartje Ginneke. Ja, mijn eerste vraag is, waarom? Hoe zijn jullie erop gekomen? Ik denk dat het eigenlijk een uit de hand gelopen geintje is. Johan en ik zaten met z'n tweeën halverwege vorig jaar in de kroeg hier in Broekhoefschuren. En toen zeiden we tegen elkaar van, is het niet een leuk idee om samen een evenement in het Ginneke te doen? Eigenlijk met de ambitie om Guus Meeuwis in het Ginneke weg te zetten. En zo is dat een beetje uit de hand gelopen. Ja, waarom Guus Meeuwis? Er is geen beter in Nederland. Je moet gelijk hoog inzetten. Hè. Als je één keer een feestje weg wil zetten, dan moet je gewoon zorgen dat je gelijk een goede line-up hebt. En eigenlijk onmogelijk om de beste man uit het Philipsstadion te krijgen. Het is ons gelukt, dus dat was de uitdaging. Ja. Dus is het nu al geslaagd eigenlijk? Ja, een beetje lekker weer erbij en dan wordt wel feestje. Ja. En toch een hele festival opzet, de hele dag eromheen gebouwd. Vertel. Ja, je kan niet een toch best prijzig kaartje verkopen aan mensen en dan één artiest wegzetten. Guus komt met band en alles. Die gaan een optreden geven van 1,5 uur. Maar daaromheen hebben we geprobeerd een hele leuke aanvullende programmering te zoeken en te vinden. En ik denk als we elkaar aankijken dat we daarin geslaagd zijn. Ja, want is het doel ook om hiermee door te gaan komende jaren? Dat is wel de bedoeling. Het is het eerste jaar kijken of alles goed gaat. We doen ons uiterste best. We hebben een aantal informatieavonden gehad voor de buurt. En als het allemaal goed loopt, de tiende, dan willen wij wel volgend jaar weer proberen om weer terug te komen. Ja. En wie wil je dan als hoofdact? Ja, Robbie Williams. Ja, nog groter gewoon. Nee, past al wel. Nee, dat is een grapje. Maar dit is onze ambitie is om in ieder geval op hetzelfde niveau te blijven. En misschien als het een meerjarenplan wordt, dat je dan op een gegeven moment eindigt met echte klapper. En wie dat zal zijn, dan moet een beetje uitwijzen of dat we hier nog recht overeind staan eind volgende week. Ja, wat er van overblijft. Hey, voor de mensen die niet goed op hebben gelet, wie is er nog meer behalve Guus Meeuwis? Rowan Herzen komt langs, René Vroger komt langs, Paard Roms Kroen, de Jong Beethoven. En als special act hebben we toch stiekem alvast maar verteld dat ook Frans Duits het feestje komt rondmaken. Klinkt goed. En voor de kaartverkoop hoeven we volgens mij geen oproepje meer te doen, of wel? Nou ja, de enige oproep die ik kan doen is als je nog overweegt om erbij te zijn, dan zou ik dat maar snel doen. Want anders is het uitverkocht en dan ben je er helaas niet bij. Breda Nu. Je weet het meteen.